Hoi allemaal, in deze video heb ik voor jullie drie losse feestkapsels. Voor het eerste kapsel maak ik de Big Loose Waves. Dit zijn grote, grove krullen. Om te beginnen maak ik al mijn haar vast in een staart. Ondertussen heb ik de krultang alvast warm laten worden op 180 graden. Vervolgens pak ik een pluk en krul die met de tang. Na ongeveer 5 seconden haal ik de tang eruit en zet ik de krul vast met een klemmetje. Dit proces herhaal ik totdat de hele staart gekruld is. Vervolgens laat ik dit even afkoelen en spuit je er wat haarlak op. Nu is het tijd om alle klemmetjes uit het haar te halen. Als alles eruit is, haal ik ook de staart los. Vervolgens pak ik een puntkam en toupeer ik nog even mijn haar aan de bovenkant, voor wat meer volume. Dit was dan het eerste kapsel. Zoals je ziet zit er veel volume in. Gaan we gelijk door naar het tweede kapsel. Voor dit kapsel gooi ik de krullen naar één kant. Dit is snel en makkelijk te maken als je het haar al gekruld hebt. Ik maak als eerst een zijscheiding en vervolgens kam ik het haar van de linkerkant naar achter. Ik spuit hier nog even wat haarlak op om het mooi glad naar achteren te krijgen. Vervolgens gebruik ik twee van deze leuke haarpennen. Deze zet ik vast in mijn haar. Zoals je ziet is dit kapsel heel makkelijk te creëren. Voor het laatste kapsel maak ik een braided headband. Dit is een ingevlochten haarband. Hiervoor heb ik mijn haar in een zijscheiding van ongeveer 3 cm breed. De rest van mijn haar zet ik even vast in een staart. Vervolgens begin ik met het invlechten van de linkerkant, richting mijn oor. Als deze klaar is, ga ik verder met de rechterkant. Als beide kanten zijn ingevlochten, maak ik dit in mijn nek vast. Dit kan met een elastiekje of een schuifspeldje. Als ik mijn staart er weer uit heb gehaald, toupeer ik het haar nog even voor het extra volume bovenop mijn hoofd. En dit is dan het resultaat. Als je de video leuk vond, vergeet dan niet om te liken en te abonneren.